staan hier op het dak van de Daltenschone Tunis. Ik ga nu een paar vragen stellen aan Marijn. Wat is dit voor plank? Dit is de plank van het bijhotel wat ik met Kate ga maken. Alleen Kate is al lang naar huis. Er komen dus in plaats van de Cove komt er dus hier zeg maar, een bijhotel voor de bijen. Waarom doe je dit project met Kate? Omdat wij wisten ze maar niet op techniek wat we moesten gaan doen. Want we wouden een bijenhotelletje maken van echt zo groot. En toen zei meester ik, maar ik wil nog een veel groter bijenhotel. Dat mogen jullie dan met mij gaan doen. En toen zijn we eigenlijk ermee begonnen vorige week. Vertel eens wat over dit project. Maureen en Katie kwamen deze week naar mij toe en die vroegen, mogen we een insectenhotel gaan maken? En toen hebben we samen in het magazijn lopen zoeken naar nog een plaat hout waar we dat uit konden halen. En daar zijn we nu mee bezig. Jullie hadden toch ook nog een ander bijenhotel? Wat is daarmee gebeurd? Ja, klopt. We hadden een bijenkast hier op dak staan. Bijna 2 jaar heeft er een bijenkast op het dak gestaan. En die bijen die verzamelen stuifmeel in een omtrek van ongeveer 3 kilometer. Dus die vlogen naar Diemenpark heen en weer en naar bomen die in bloei staan. En die zijn dan stuifmeel aan het verzamelen en een voorraadje aan het aanleggen voor de winter. Die bijen die hebben ook potjes honing gemaakt. Tenminste, honing gemaakt hebben wij 10 potjes mee gevuld. Hartstikke leuk. Maar daar hadden we ook een imker bij. En die imker is iemand die er echt verstand van heeft en die de bijen verzorgt. Want je moet wel elke 2-3 weken moet je even in de kast kijken of het allemaal goed gaat met de bijen. Richard, onze imker, die zei, ik heb er eigenlijk geen tijd meer voor. Dus toen zijn we daarmee gestopt. En wat de imker, dat is wel leuk, wat de imker dan doet, als hij de honing eruit haalt, dan geeft hij suikerwater terug. Dus water met heel veel suiker erin. Want anders zouden de bijen doodgaan. Als je de voorraad afpakt, dat gaat niet goed natuurlijk. Dus wat de imker doet, is de honing eruit halen en die geeft suikerwater terug. En daar leven ze van in de winter. Nu weten jullie wat over honing en bijen. We houden het in de gaten, dus misschien komt er later nog een filmpje.